Het volk is boos, het volk is verontwaardigd. Ja, wacht nou even. Uh, wij zijn eigenlijk niet veel meer dan een groot onderdeel van een veel groter systeem, namelijk de Europese Unie. Ik dacht zelfs al bij mezelf: zou niet ooit een, een wonderlijke toestand kunnen ontstaan waarbij het de Unie is die ons aan onze rechtsstatelijke afspraken houdt, omdat we zelf te beroerd zijn om ons eraan te houden? Van Kunt u mij horen? De podcast over nieuws, geschiedenis en politiek. Volg hem als je dat nog niet doet, want dan mis je helemaal niks. De laatste dagen gaat het vooral over politiek.

Want we praten in deze aflevering vooral over de politieke realiteit in Nederland, over het kabinet Rutte 4. Want uh, ja, dat kan door, maar is toch wel bijzonder aangeslagen en ook wel kwetsbaar. We doen eigenlijk voornamelijk niks. Mijn indruk was dat er voornamelijk niets gedaan werd. Eh, ik eigenlijk verwachtte ik wel zoiets dergelijks. Want ja, dat is het normale patroon in Nederland. We weten eigenlijk niet precies hoe we het op dit moment moeten oplossen. Eén ding is duidelijk, ze willen geen kabinetscrisis. Ze willen door met z'n vieren. Wat ook wel slim Stopt is begrijp ik uh, Hoe lang gaat dat dan duren? Uh, eerlijk gezegd zou ik ook zeggen: als je nu verkiezingen houdt. ben je niet goed Nick, als, als, als partijen. Uh, want dan heb je, zit je dus in, in, binnenkort. Je met een enorme klot. van die, van die BB-beweging in de kamer. met alle gevolgen van dien. Want ja, dat schijnen mensen zich toch niet goed te realiseren. Geweldig hoor, dat dit signaal van de volkswoede. Maar dat, dat, dat stikstofbeleid moet gewoon uitgevoerd worden. Zo oder zo om met het... Eh... We hadden nog de brief uit Europa, hè? van de commissaris die zei... het moet niet vertragen, niet treuzelen, doorwerken. Ja, Europa zei, hou nou eens op met de boel uit te stellen. Hè? Ja. En terecht natuurlijk. Die brief was Iedereen als... weet wat er gaande is. Ja. Die brief was wel gelekt, hè? dus daar zit wel een politiek spelletje achter, denk ik, van een van ja, de dat partijen. Dat zou best kunnen, zoals daar vaak natuurlijk politiek spel gespeeld wordt. Maar dat is van de commissie niet op zichzelf niet, niet verrassend dat ze dit standpunt aanhangen. Aangezien ze ons natuurlijk al eerder hebben gezegd, joh, maak er nou eens werk van. Doe er eens iets aan. In plaats van uitstel, verwarring creëren, wel of niet. Eh, anders was de hele BB-beweging er niet geweest, dat is de overheid hier een beetje vaart gemaakt had en beleid had gemaakt. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ja. ja, het is misschien ook vanwege het CDA, dat weet ik niet. Als we nu naar de verklaring kijken... Iemand schreef wel terecht, nu is het CDA een soort van kabouterpartij geworden. Maar hun invloed is dus niet afgenomen. Hè? Het, is ook het CDA wilde, wilde zaken openbreken en ik weet allemaal niet wat. Maar nu nog niet, hè? Ja. Ik zie dus maar één punt waarover ze het fundamenteel oneens kunnen worden. En dat is de gedwongen uitkoop. En het zou mij wel heel erg verbazen als dit probleem kan worden opgelost zonder gedwongen uitkoop. En wat dan? Maar ze kopen dus nu eventjes tijd. En ze zeggen dus ook, beste provincies, gaan jullie lekker eerst maar eens eventjes rommelen. Gaan we eens een formatie Precies. Te maken. Wat ze nu doen is afwachten wat gaan al die verkenners opleveren. Wat voor coalities komen er? Komen er überhaupt coalities? Kunnen die coalities misschien creatieve oplossingen bedenken voor de problemen? Maar uiteindelijk, en ongetwijfeld, dat hebben we ook al eerder gezegd, toch? Kijken of dat nu 2030 of 2031 of 2032 is. Daar maakt het inderdaad niet zoveel uit. Maar tenslotte zul je daadwerkelijk iets moeten doen. En dat is wat ontbreekt. En, en ik begreep dat, dat ook bijvoorbeeld de schaalvergroting in die, in die veehouderij, dat die er gewoon door is gegaan de afgelopen jaren. Ja, als ja. was iedereen wist lucratief. Hoe de vlag erbij hing, zijn ze er gewoon mee doorgegaan. Ja, dat stond toch in de krant van 2022 als een heel lucratief jaar. Ja, dat is het gekke. Iedereen moet zich toch beseft hebben dat, dat, dat de zaken aangepakt moesten worden, maar dat heeft dus geen eh, invloed gehad op de, op de schaalvergroting. En daarom zijn ze ook zo boos. Het is natuurlijk voor die boeren al een lucratieve ja, handel. Ja, dat is waar. Maar, maar ja, dus kennelijk, heeft, uh, kennelijk hadden ze wel vergunningen. Ja, dat is ook zo raar. Want op die vergunninghandel, daar, daar, daar zou je ook eens goed naar moeten kijken, volgens mij. Ja. Maar hoe zou je nu deze oplossing omschrijven? Wat voor maar dat we deze uh, opmerkelijke zaak nu hebben. Namelijk dat we een partij hebben die feitelijk, als je in afgezien van dat hij misschien ook wel ontevredenheidsgevoelens vertolkt in den landen, maar die uiteindelijk draaide om het stikstofprobleem, dat hij die, dat die nu in feite een, een, een dominante rol, althans tijdelijk, gaat spelen in de Nederlandse politiek. De dat BBB die, bedoel je? Ja, dan denk ik volstrekt idioot. Ik bedoel, het is omdat, omdat de overheid ook dit probleem niet op tijd heeft opgelost. Het probleem bestaat al decennia. En het wordt weer niet opgelost. Nee, het wordt gewoon dat, weer uitgesteld. En althans voorlopig weer uitgesteld. Ja. Nou ja, Rutte zei van we moeten meteen aan de slag. Ja, we moeten versnellen. Ik ben, benieuwd wat, ik ben benieuwd wat dat dan gaat, gaat worden. Ja. We moesten niet aan de jaartallen denken, we moesten meteen aan beginnen. Ja. Dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen. We gaan en versnellen, maar we gaan ondertussen ook. Ja, we mochten niet poseren van hem zeggen, maar dat is het natuurlijk wel. De feit is dat we het probleem gewoon zelf georganiseerd hebben. Maar het is gewoon een list, toch? Ja, het is niet waar blokkeert zo'n onopgelost probleem. Blokkeert ook het, het normaal functioneren van je parlementaire democratie. Ja. Maar goed, als we kijken naar de functie van de regering, is om te regeren. En dus ook beslissingen te maken, ook op moeilijke thema's. Ja, op dit punt moet je zeggen, hebben ze een weinig indrukwekkende prestatie afgeleverd. Nee, dus na een jaar kabbelt het voort. Na een jaar dat ze dus begonnen zijn, kabbelt het voort ja. op dit punt. En nog steeds op allerlei punten bestaat volstrekte onduidelijkheid. Dus je vraagt je ook af. wat spookt dat ministerie dan precies uit? Hoe zit dat dan eigenlijk? Wat vindt het kabinet daar dan eigenlijk? Nou, kortom. Het is weer het bekende Gehannes. Maar kijk, we weten van Rutte dat hij de boel bij elkaar wil houden. Hij wil geen verkiezingen, dat willen al die andere partijen ook niet. Uh, dat... Nee, mens wil nu verkiezingen. Dat, dat is zo klaar als een poentje. Nee. Maar dan moet je natuurlijk wel iets bedenken om door te kunnen. Ja, dan is dit dus schijnbaar de beste oplossing. Als het, ja, van een oplossing is nog geen sprake. Eigenlijk zitten we te wachten. Tot uit het veld, om het zo maar te zeggen, wellicht her of der een, een min of meer passabele en acceptabele oplossing eh, ontstaat. Ja. De, de analyse was van ze hopen dat eigenlijk uh, die partijen straks zeggen: van hé, hey, kabinet, dan ja, is zijn dat een van die coalities ergens iets, iets nuttigs verzint. Gaan we het zo doen of laten we het zo doen. Maar je blijft altijd aanlopen tegen die uitkoopproblematiek. Ja. Eh, tal van het uh, NRC had de hele serie. Je had al die boeren, supervervuilers uh, gebeld, die in de buurt van die Natura 2000 uh, gebieden wonen. En het uh, ja, overgrote deel daarvan zei, we laten ons helemaal niet uitkopen. Moeten we voelen er een flikker voor. We hebben hier 25 jaar hard gewerkt en we, gaan niet uit, we worden niet uitgekocht. Ja, wat dan? Want dat is natuurlijk het springende punt van de BB-beweging. Geen uitkoop, geen gedwongen uitkoop. ja en het CDA wil straks natuurlijk op dit punt het regeringsakkoord openbreken. Kijk, het aantal uh, boeren in Nederland neemt nog steeds af. Maar gek genoeg leidt dat eigenlijk niet tot, tot het, het verdwijnen van het probleem. Omdat dat, dat wordt gecompenseerd door de schaalvergroting elders in het agrarisch bedrijf. Ja. Is mijn indruk. En de reacties vanuit het veld, zowel van de organisaties die voor de boeren zijn, als voor, van de organisaties die van de natuurorganisaties zijn die zeggen ja, het is chaos, besluiteloosheid, slappe hap. dat zijn een beetje de geluiden die je hoort. Ja, maar laat men ook zich even realiseren dat als je nou naar de Eerste Kamer kijkt, dat het eigenlijk voorstanders van het huidige beleid eh, en tegenstanders van het huidige beleid ongeveer 50-50 in de Eerste Kamer zitten. En dat de, de midden, de de die op de WIP zitten, dat zijn dan ook nog eens... Want dit zijn 25, 25... Nou ja, dat zijn dus ook ongeveer 25 mensen die nog op de WIP zitten. Maar dat er dus een massaal Nederlands nee is gezegd tegen het, het stikstofbeleid, is, is gewoon een sprookje. He? Zoals al die, al die kletspraten in de afgelopen 20 jaar over volksopstanden in feite een sprookje zijn. Ja. Nou, natuurlijk... ik begrijp wel, je begrijpt wel waarom mensen geschrokken en, en lichtelijk panisch reageren. Maar als je naar de cijfers kijkt, is daar weinig reden voor. En het ging natuurlijk niet alleen over stikstof. Hè? Het was ook een proteststem tegen hoe de in Groningen is afgehandeld. Het en terecht, Dat zal ook, denk ik, de lichte groei verklaren. van dit segment van het ontevreden Nederland. Ja. Vergeet niet dat een groot deel van die stemmen van die BBE-beweging. blijkt ook uit de cijfers afkomstig is van. Al die andere protestpartijen. He. Ook verrassend genoeg van de VVD. Maar ook eh, fors wat van eh, de PVV. En ja, 21. Dat zijn allemaal partijen die veel minder goed gescoord hebben. bij deze verkiezingen. dan ze zelf gehoopt hadden. Ja. Uh, een van de andere commentaren was. Dit is uitstel van executie. Als ze straks terug moeten aan de onderhandelingstafel. dan klapt het alsnog. Want dan, komen ze, dan moeten ze gaan praten. en dan komen ze er toch niet uit. Dat zou best kunnen. Dan wordt het ruzie. He, want ja, uiteindelijk staan de CDA D66 alleen recht tegenover. Ja, de elkaar. vraag is hoe, hoe compromisbereid de, de partijen zijn. Ja. En als ik als, als, nogmaals, dat hebben wij ook al geconstateerd. Eh, in dit ongelooflijk inspirerende autootje, natuurlijk. Waarvan de motor wel lekker draait. Ja, dat ook. Daar en zal dat, Greenpeace niet blij mee zijn, denk dat, ik. Dat moet je niet verklappen, natuurlijk. Oh, nee. um, dat, die, dat, die, dat Die data zijn inderdaad niet zo verschrikkelijk belangrijk. Maar het is natuurlijk de gedwongen uitkoop. Ik kan, ik kan me niet voorstellen dat je het serieus op, op afzienbare termijn oplost zonder gedwongen uitkoop. Ja, dan moet je dus hopen dat er genoeg boeren zijn die zeggen: van ja, we zien het wel zitten. Maar die zijn er natuurlijk niet. Nou, niet die lui die de NRC gebeld hadden, in ieder geval. Nee. nee ik, ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse regering het probleem veel erger gemaakt heeft dan het oorspronkelijk was. Door dat eindeloze uitstel, de vaagheid. Eh, de rare kaartjes op vreemde momenten. Nou ja, kortom. Bar slecht gecoördineerd beleid. Ja. Zoals natuurlijk al die zaken waar we het over gehad hebben. het gevolg zijn van bar slecht beleid. En ik denk niet dat het CDA deze houding die ze nu innemen. helpt om meer zetels te winnen. Nee, nee. Wat ik al zei. Eh, volgens mij is het CDA een zinkend schip. Ik weet niet hoe het met de met waterdichte compartimenten zit. Maar, eh, maar ja. Volgens mij is al eerder voorspeld dat het CDA op de fles zou gaan. En toen kwam het, ten tijde van Fortuin kwam het natuurlijk plotseling terug als een soort van iets minder krankzinnig alternatief. Ja. Maar zij... Dus wie weet er is er zelfs hoop voor het CDA. Maar Hoekstra hoopt natuurlijk nu van, doordat ze nu een punt kunnen dat scoren, dat gaat Sowieso niet, ik zou wel de leiding hebben gewisseld in het CDA. Neem nou toch een, een of andere sympathieke, welbespraakte varkensboer of zo. Ja, maar dit is natuurlijk een beetje onzin, in die Hoekstra. Ja. Dat is een keus van de partijelite geweest. En, eh, het CDA heeft het ook niet erg verstandig geopereerd. Ze hebben eerst die enorme verkiezingsnederlaag geleden. Toen hebben ze besloten, hoe heette die man toch ook weer? Eh, met die dubbele naam, die nu burgemeester van Leeuwarden is. Ja. Eh, maar jij kunt er ook niet op komen. Nee, de vorige keer hadden we het er ook ik over. Toen dacht ik, heet hij ook alweer? Ja. Toen moest de partij geweldig naar rechts. Echt, dat je denkt: wat is dit voor onzin? Niet waar? Was juist niet de attractie van de confessionele. Dus ik moet even op trouwens. Dat ze een beetje van links naar rechts uh, uh, konden. Uh, uh, en vervolgens hebben ze dan ook nog erin geslaagd uh, om, om, om op zich de partij uit te pesten. Ja. Wat oh, ongelooflijk stom is toch? Ja, dat is, was het natuurlijk een stemmenkanon. Ja, en, o, o, dat, die, die hele leiding van het CDA heeft, is ook weer een klassiek voorbeeld van. Ja, ja ik, ik zou hem denken dat. Nee, we hebben heb voor de Siebrand van Haarsma Buma. Ja, dat die was. Het. Ja, nee, die, die, die vond dus dat het de, 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 de CDA moest, de rechts, moest de rechts van de VVD positioneren. Nou ja, dat is ook geen groot succes geworden. En toen hebben ze omzicht weggepest, wat natuurlijk hartstikke stom is. Want die, is ook, die ook omzet, is, is aan de randen een bedreiging voor, ja. voor het CDA. En een leiderschapsverkiezing tussendoor nog, die ook een beetje doorgestoken begin, kaart was. En misschien moeten we ook die politieke partijen eens adviseren: begin niet aan een leiderschapsverkiezing. Het polariseert, het kweekt tegenstellingen, het kweekt slechte humeuren. Doe dat niet. Eh, zeg gewoon: Piet moet het worden. Klaar is Kees. Ja, we hebben het bij de PvdA gezien, we hebben het bij de VVD gezien. Ja, het is overal ellende geweest. Ja, dat, wat dat betreft kun je het beter zoals de SP doen. Hè, van oké, okay, de dochter de dynastieke van... Dynastieke opvolging. Ja, dat is wel meteen kijken, duidelijk. Wie, wie zou zo. van ah. Haas maar Buurman nog een... Nog een... Een zoon of dochter hebben die. Uh... vast wel, vast wel. Ja, hey, maar als je nu even doorredeneert. dan wil het CDA natuurlijk. als er straks wat verandert in het beleid. claimen van. hé, hey, kijk eens eventjes, beste boeren. dit hebben wij toch wel mooi voor elkaar gekregen. Maar ik denk dat die boeren zeggen. nee, dat komt omdat de BBB zo groot is geworden. Ja, daar hebben ze wel een beetje gelijk in, toch? En daardoor is het CDA gaan lopen. Want waarom heeft het CDA dit niet eerder dan in dat regeerakkoord afgesproken? Als ze zo uh, met de achterban begaan zijn. Nou, omdat ook in het CDA wel begrip bestond voor het feit dat we er iets aan moesten doen. Ja, maar nu hebben ze spijt. Dat is ja, toch eerder... ja, nu hebben ze spijt en nu willen ze opnieuw onderhandelen. Maar zelfs de wet dat is gevraagd om nieuwe onderhandelingen. Maar daar is geen datum voor vastgesteld. En het is nee. nog onduidelijk wanneer en hoe die dan zouden gaan, gaan plaatsvinden. Daarvan zei Rutte ook binnenkort, maar misschien voor de zomer. Maar je voelt al aan als die onderhandelingen in de provincies te lang duren. Misschien schuift het wel gewoon vier jaar voor zich uit. Ja, dat zou kunnen. Ik, ik, het lijkt me ook voor het CDA betrekkelijk suf om, om te zeggen: we moeten dat helemaal anders gaan doen. Ja. Want je hebt eerder gezegd dat je het acceptabel vond. Je hebt getekend voor, voor een regeringsakkoord. Dus ja, een beetje een beetje Maar zij willen ja, die stemmen op het platteland terugwinnen? Ja, of ze die ooit terugkrijgen, dat acht ik de vraag. Hmm. En hoe vind je dat D66 zich hierin opstelt? Ja, die konden niet anders natuurlijk. Als D66 had gezegd, volstrekt onacceptabel, was het kabinet gevallen. En als het kabinet valt, krijgen we nieuwe verkiezingen. En aangezien de Nederlandse kiezers, althans een niet onaanzienlijk deel daarvan, niet goed bij zijn hoofd is, kan dat heel verstrekkende gevolgen hebben. In ieder geval voor de komende vier jaar. Want dan zouden zij D66 halveren? Zeker, en, en, en nou, ja, je krijgt dan... Kijk, door, door de opkomst van het Nederlandse populisme, niet waar, is de Nederlandse politiek, die traditioneel zeer stabiel was, die is sterk gedestabiliseerd geraakt. Uh, het populisme is een heel wonderlijk politiek verschijnsel, omdat het inhoudelijk eigenlijk niet veel voorstelt, want je hebt linkspopulisme, rechtspopulisme. Populisme is eigenlijk een soort, soort vaag idee van ontevredenheid, het moet anders, we moeten naar de burgers gaan luisteren, het is helemaal geen democratie, het is een schijndemocratie, de elite heeft het voor het vertellen, de rest van de bevolking die wordt maar belazerd waar ze bij is. Nou, dit, dit, dit hele complex van vaak vaag gedefinieerde gevoelens en, en verwijten, en beleidsmatig heb je niks aan populisten. Kijk naar, naar wat de programma's van de Nederlandse populisten traditioneel zijn geweest. Dat we uit de EU, EU, EU moeten. Wat natuurlijk een, een vorm van, van waanzin is. Hè? Kijk, en dan hebben we er nog, ook nog even een, 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 iemand bij gehad die echt gek is. Namelijk Thierry Baudet. Al weet ik dus niet of die het speelt of dat hij echt gek is. Dat is me niet helemaal duidelijk. Als die het speelt, moet ik zeggen, is het een briljante rol... Hè? Van de halve haren in de politiek. Hij liep nu weer op een luchthaven met twee stewardessen aan zijn zijde. <laughs> nou ja. Zij hebben jaren aan een geheim plan gewerkt. weet je wat hij precies ging een doen. Een geheim plan, ja. Ja, en, en iedereen stapt er makkelijk overheen. Maar vier jaar geleden is er massaal gestemd op iemand die niet goed snikken is. Dus ja, nogmaals, die Nederlandse kiezers, zeker die rechterzijde, Vertrouw ik die? Nou, nou, niet zo. Je ziet toch het probleem dat dat in... in in allerlei situaties de, de, de extremen van het politieke toneel eigenlijk buitenproportionele invloed uitoefenen, omdat iedereen eigenlijk een beetje bang voor is. Eh, terwijl je er inhoudelijk, bestuurlijk niets aan hebt. Hetzelfde probleem een beetje met links in de jaren zestig. Eh, toen werd ook de betekenis van links enorm overschat, en nu wordt naar mijn idee de betekenis van rechts overschat. Ja. Wordt ook niet een beetje overschat nu je het daarover hebt welke invloed wij hebben. Want uiteindelijk zijn er in Europa afspraken gemaakt waar wij ons aan moeten houden. Dus ja, wat hebben we hier eigenlijk allemaal te zeggen in Nederland? Zonder meer. Maar dat is heel opvallend bij dit soort van... Het volk is boos. Het volk is verontwaardigd. Ja, wacht nou even. Uh, wij zijn eigenlijk niet veel meer dan een postelzegel groot onderdeel van een veel groter systeem. Namelijk de Europese Unie. Die op dit punt eh, ook, ook beleid maakt en in beleid geïnteresseerd is. En ik dacht zelfs al bij mezelf, zou niet ooit een, een wonderlijke toestand kunnen ontstaan waarbij het de Unie is die ons aan onze rechtsstatelijke afspraken houdt. Omdat we zelf te beroerd zijn om onze aan te houden. He, in de VVD hebben al geluiden weer klonken van ja. Ja, die internationale afspraken, dat, dat is zoveel te bindend en op een of andere manier moeten we daar vanaf zien te komen. Dat is helemaal niet handig enzovoort. Dus ja, het, hoe gek het ook nou klinkt, we moeten ook oppassen dat we niet een Tweede Poler van Hongarije worden. Maar wacht, je zegt dus eigenlijk, het kan zijn dat dit stikstofprobleem straks door Europa opgelost wordt, als wij er zelf niet uitkomen. Ik weet niet wat, wat op dit punt de, de dwangmaatregelen van, van, de, van Europa zouden kunnen zijn. Ja, ook, ook ten aanzien van Europa bestaan natuurlijk allerlei onwonderlijke misvattingen, omdat mensen niet weten hoe het zit en wat het ze kost en, en ja. wie wat uh, uh, kan doen, wie, wat, wie aan welke schroeven draait, geen idee. Maar ja, we hebben het ook gehad over die motie van een meerderheidsmotie tenslotte. Dat die rechters nou eens op moesten houden met zich te bemoeien met de beleidsvorming. Waarbij een soort sprong wordt gemaakt waar die je niet begrijpt, want die beleidsvorming, het zijn dingen die we gezamenlijk democratisch hebben afgesproken. Dat nu Europa betreft of Nederland zelf. En als, ja, als de regering zich niet aan zijn eigen afspraken houdt. Is het niet meer dan redelijk dat de rechter zegt dat, je dat die regeringsraad. En dat vinden wij ook maar heel irritant. He? Dan als dat de politiek de problemen niet oplost, dan moet, dan moet de rechtspraak het oplossen. Ook op zichzelf een ongewenste ontwikkeling, ja. Maar dat komt omdat de overheid zich ongewenst gedraagt. Dit is een probleem wat uit, in Amerika natuurlijk al zo oud is als de, als, de, als de weg naar Rome. He? Namelijk dat, dat de overheid eigenlijk allerlei lastige vraagstukken niet weet op te lossen. En dat tenslotte de rechtelijke macht dat moet doen. Met als gevolg dat je uiteindelijk ook de rechtelijke macht politiseert. Het zou ook bewust kunnen zijn hè, dat ze zeggen, wij komen er toch niet uit laten rechter maar doen. Ja, gemakzucht is ook een soort gemakzucht. En bovendien kun je daar fijn altijd de rechters de schuld geven. Ja. Net zo goed natuurlijk als het ook een heel fijn idee is dat je altijd Brussel de schuld kunt geven als er iets is wat waar jij. Waarvan je wel weet dat het gebeuren moet, maar, maar je hebt geen zin om verantwoordelijkheid te nemen. Ja. En daar wordt ook wel een beetje misbruik van gemaakt. Eigenlijk heeft, hebben maar weinig Nederlanders echt in de gaten wat er in Europa is afgesproken en hoe die regels zitten. En daar maken die politici ja. natuurlijk allemaal misbruik nee, van. Ja, precies. Maar en je doet de aan van Nederland natuurlijk in een wat groter verband te zien. Dat, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Ja, maar als je dat doet... Ja, dit, dit, dit heeft een beetje... Dit heeft, die, die, laten we zeggen, die wonderlijke eilandretoriek die dan in Nederland losbarst. Eh, alsof dat allemaal alleen maar Nederlandse problemen zijn, dat is natuurlijk flauwekul. Maar als je dat doet, als je het in het grotere geheel plaatst, dan kom je er dus wel achter dat we dus niet zo gek veel te zeggen hebben. Dus wat hebben die Op verkiezingen? sommige hebben punten gedaan? hebben we van alles te zeggen, want je weet, tal van dossiers, die, daar heeft de EU niks mee te maken. Zoals? Nou, volgens mij het onderwijsdossier heeft de EU niet veel mee te maken en de sociale wetgeving... Heeft de EU niet veel mee te maken zo'n lijstje op te maken. En rotondes of die er komen? Nou, die rotondes zijn alleen maar praktisch, omdat er gewoon meer een paar honderd doden minder vallen in Europa. Als je als je rotondes aanlegt. Als je als je dus uh, wegen waar flink hard wordt gereden, voor van stoplichten, dan moet je ervan uitgaan. Hoe vaak ben jij toch op het allerlaatste moment even erdoorheen geslipt? Iemand anders gaat iets eerder rijden en paf. Eh, We hebben drie doden. Eh, neurotondes zijn, zijn stom. Als je daar zo rondrijdt, is dat ontzettend stom. Eh, neem Lelystad, wat volgens mij de meest rotonderijke gemeente ter wereld is. Eh, daar voel je je ook vrij stom als je dan weer de tien... Ik vind het wel handig, als je verkeerd Ach, bent als als... gereden, kun je meteen omkeren. Ja, dat is. Ja, dat dan zo. Maar goed, eh, neurotondes zijn een zegen. Dus daar ben ik niet tegen. Wat vind jij van stoplichten die eerst oranje worden en dan pas groen? Dus dat, je weet... dat is in Duitsland. Ja. Dat is niet geval beter dan ons systeem. Dat vind ik wel. Waarom hebben ze dat eigenlijk? Ja, je, ik weet niet, misschien heb je dan, kun je dan net iets beter opletten of zo. Is de doorschroom misschien net iets beter of zo? Ja, je zou, ik, ik heb geen idee, dan moet je vergelijkende cijfers uitzoeken die er wel zijn, denk ik. Over het aantal doden per afgelegde kilometer. Je weet dat in België het aantal doden. In het verkeer per afgelegde kilometer twee keer zo hoog als in Nederland. Ja. ja dat kan, en dan moet je nog weten, wat zijn de oorzaken? Rijden Belgen surfer dan Nederlanders? Of, of is het een infrastructureel probleem? Dat weet ik dus niet precies, maar dat moet je je voorstellen. Dat zijn forse verschillen. Als je twee keer zoveel doden per afgelegde kilometer hebt, dat is indrukwekkend. Er zijn ook rotondes met stoplicht, hè? Hebben we hier in Utrecht ja, ook een dat paar. dat die ken ik niet. Hey, in Utrecht heb je het toch ook bij de berenkaal? Dan heb je toch ook een, dus ook een rotonde in principe, maar wel met stoplichten? Oké, oh, oké, okay. ja, dat, dat, dat kan, ja. Ja, want ja, weet de berenkaal was aanvankelijk gerepareerd, gerenoveerd. Ja, maar ze hadden vergeten dat die bussen iets hoger waren geworden. En toen... Oh? De berenkaal, ja. Die rijden daaronder zo door, dan gaan ze naar de uithof. Ja, ja ik zou zeggen: laten we daar beren gaan houden. Maar dat is natuurlijk heel zielig voor die beren. Dus dat gaan we niet doen. Ja, toch in Bern had je toch zo'n bierenkuil. Dat zou zijn. Dat als jongetje, diep van onder de indruk. Het ja, lijkt me ook wel ja, een vreselijk bestaande, neem ik aan. Ja. Is hiermee alles gezegd over wat er nu in politiek Den Haag weer besloten is? Ja, ja het is uniek dat we zo lang hebben gepraat over wat dat het eigenlijk besloten is om eens even de zaken aan te zien. We hebben nu ontdekt dat er geen kabinetscrisis komt op afzienbare termijn. En dat lijkt me eigenlijk gezegd ook volkomen begrijpelijk. Ik begrijp ook niet waarom mensen, ja dat natuurlijk Caroline, dat die natuurlijk eh, graag een kabinetscrisis zag, dat begrijp ik ook wel. Maar dat zie ik voorlopig niet zitten. En ja nu, ja, en nogmaals, het, het, het probleem is toch weer een beetje opgeschoven. Want uiteindelijk lopen we, nou ja, zoals altijd, ja. wat hij altijd doet. Ja. Het is opgeschoven. Ja. Hij was toch zoals gewoonlijk ook, ook bijzonder vrolijk? Nou, hij werd, op een gegeven moment werd hem wel gevraagd. Ik weet niet of je dat specifieke fragment hebt gezien. Moet u niet opstappen? En uh, daar wilde hij niet op antwoorden. Hij oh. zei: ja, Ik heb, het zit nog vol met energie. En toen riep hij kaag erbij. En toen liep hij eigenlijk weg. En toen zei hij niets meer. Hij zit nog vol energie. Ik weet niet. Zou hij niet iets te veel energie hebben eigenlijk? Nou ja, kijk... Zou niet een iets oudere, suffere minister-president beter zijn? Zoals Wim Kok? Ja, weet je ook zo'n Sombermans. Ja, of Drees natuurlijk. Heb je niet uh, van de week dat fragmentje gezien van Wim de Bie... die een VVD erna doet en waarvan mensen ja. zeggen... nou, dat was prekend Rutte en dat was dus al nou ja, 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 jaren dat, voor dat Rutte. Wel, maar dat geldt natuurlijk voor, voor dat, dat hele uh, oeuvre van... Uh, dat satirische oeuvre van de heren. Dat natuurlijk ook, ook het idee van de tegenpartij was een meesterlijk idee... want dat ze kennelijk al aanvoelden, dat was er al. Dat, dat, dat is er. Dat, dat gevoel, wat tenslotte vertolkt is door, door de vijf Messias, hè, dus te beginnen met Pim Fortuyn, was al aanwezig in Nederland. Dat blijkt ook uit verkiezingsonderzoek in de jaren negentig. Dat kwam natuurlijk ook een beetje door de paarse regering, hè, omdat VVD en PvdA samen in één kabinet zaten. Ik was daar toen heel tevreden over, maar of dat achteraf verstandig is geweest voor de, voor de deelnemende partijen, is maar de vraag naar mijn gevoel, en toen al bleek uit onderzoek... dat met name ter rechterzijde een, een, nou ja, een, een groep van mensen bezig was te ontstaan... die in Nederland gewoon niet rechts genoeg vonden. Die tenslotte gemobiliseerd is door Pim Fortuyn. En dat, dat was zeker toen, was dat een, een, een het punt, toch vooral de migratie natuurlijk. Het gekke is dat we sinds de vorige jaren negentig... Veel milder over migratie zijn gaan denken dan we toen deden. Nou, de meeste Nederlanders zullen er nog steeds niet erg warm verlopen. maar de, de opvattingen zijn milder geworden. Uh, tenderen meer naar, naar een soort consensus ergens in het midden. Ja, maar die de Zo die... goed als ik denk dat ook de, de stikstofkwestie. Uh, in principe in, 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 aan de randen zullen, dus zullen misschien een aantal vervelende maatregelen moeten worden genomen. Maar er is natuurlijk gewoon in Nederland voor een fatsoenlijk, redelijk uitgewerkt stikstofbeleid is er een duidelijke meerderheid. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Laat de regering daarvan gebruik maken. Maar dat fragment van de Bijbel is zeer treffend. Wel, ook dat Rut, Fantastisch was het. Rutte ja. Rut, kijkt altijd naar, het lijkt wel of hij naar een denkbeeldig iemand rechts naast de camera kijkt en dan gaat hij dan naar lachen en naar zwaaien. En dat doet hij ook vaak als hij toespraakjes geeft na uh, verkiezingen. Dan staat hij op het podium en dan steekt hij altijd zo'n duimpje op. En dan lijkt hij niet als, net of hij naar iemand wijst. Maar volgens mij staat er dan helemaal niemand. Dat is een soort nee, maar van. maar sowieso dat is dat, is, dat is, als je op zo'n podium staat. dan moet je ook zo wijzen. Dan ja. denk je van: God, wie zou die aanwijzen? We weten, de, de, de bekende Formule 1 coureur. Eh, Schumacher deed dat altijd. Die won elke race gedurende een aantal jaren. En dan stond hij ook zo altijd op dat. <laughs> Oh, zo op die manier. Terwijl we misschien naar niemand wijst. Nee, want je, ik dacht eerst nog, God, hij staat zijn broer of zo, of zijn moeder, weet ik veel. Maar het is, het, het is een handige manier om, laten we zeggen, te communiceren met de, met de juichers. Eh, die daar staan om jou toe te juichen. Eh, waarbij ze allemaal het gevoel kunnen hebben dat zij degene zijn die aangewezen Ja, worden. Precies. Dat doen cabaretjes toch ook als ze in een zaal zijn. Dan, dan Zeker. doen ze net of er iets in het publiek gezegd wordt, ja. maar dat wordt dan helemaal niet gezegd. Dat bedenken ze zelf dan. Ja. Hoewel dat mensen vrij regelmatig toch niet zeggen. Ja. Goed, we blijven het volgen. Wil je niks missen? Volg de podcast dan in je app. Want dan attendeer je ook andere luisteraars die misschien nog niet luisteren op het bestaan van deze podcast. Het volk is boos. Het volk is verontwaardigd. Ja. Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50. Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump. The are to the reign of Joe Biden, Nancy Pelosi. Download het luisterboek via de link in de show notes. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor. Nog een podcast luisteren? Luister naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het niet verstandig is om je mobiele telefoon s'nachts op je nachtkastje te laten liggen. De link naar de aflevering vind je in de show notes.